Van de boeren komt het eten tenslotte. Nou, dus mijn stem gaat naar Caroline van der Plas. Ik heb op Volt gestemd. Ja, 21. NSC. Ik ga op D66 stemmen. Dat wil ik nog niet zeggen. In het gebouw van de middelbare hotelschool in de Da Costa-straat is een stembureau. Ongeveer de helft van de leerlingen is oud genoeg. En mocht vandaag voor het eerst een stemhokje in. Ja, ik vind het wel leuk dat ik nu mag stemmen. Dus, waarom? Ja, toch dat je het soort deel maakt met de politiek en dat je er meer betrokken bij bent. Nou, eigenlijk heb ik niet heel veel gevoel bij. Maar het is wel leuk dat je wel een stem kan innen, zeg maar. Zelfs ben ik niet echt een politiek persoon, hou ik er niet echt veel aandacht bij of zo. Doe ik wel mijn best om te stemmen, dat tenminste wel mijn stem invloed kan hebben. Ja, vertrouwen op zich wel wat, maar je moet natuurlijk ook wel wat dingen zien voordat je uiteindelijk echt vertrouwen kan gaan hebben in zo'n partij. Dankjewel. Op sommige momenten wel en op andere momenten dan is het toch wel bijzonder wat er allemaal gebeurt. Voor mijn gevoel niet heel veel gebeurd de afgelopen jaren, dus echt vertrouwen niet superveel, denk ik. Voor veel jongeren die stemmen is social media een belangrijke bron van informatie rondom de verkiezingen. Ik ben zeker goed ingelezen door middel van TikToks, maar ook via Instagram of gewoon op school ben ik ingelezen. En anders gewoon nieuwsbrieven via mijn ouders of zoiets in de krant. Misschien wel een hele stomme bron, maar ik heb op TikTok van Ja 21 al die filmpjes gekeken. Ik heb een paar stemwijzers gedaan en aan de hand daarvan heb ik gewoon een beetje gekeken naar welke partijen wel een beetje bij mij pasten. En dezelfde dingen wilde die ik ook wilde. In totaal mochten 5300 Amsterdammers voor het eerst naar de stembus vandaag.